is niet van echt onderscheiden. Bedankt voor je hulp. Trakteer me maar op een drankje. Tracy. Tadaa. Jongens, wat heb ik nou gezegd? Jullie maken dit niet goed door een beetje te poetsen hier. Nou, het helpt wel. En de garage schoon. Ik denk dat mijn moeder hier ook heel blij mee is. Voordat u ze weer eruit zet, willen we graag wat aanbieden. Alsjeblieft. Hoe komen jullie eraan? En dat is nog niet alles. Gesigneerd hem wel. Wat? Hoe heb je dit voor elkaar gekregen? Ja, dat heeft ons inderdaad veel geld en moeite gekost. Ja, het spijt ons, echt. En wij hopen dat u onze excuses aanvaardt deze keer. Nou, vooruit. Betekent het ook dat we weer welkom zijn in de garage? Wil je mij dat horen zeggen? Maar bedankt voor de whisky en de LP. Als u nog van gedachten verandert... We beloven dat we ons aan de huisregels houden. Nog één proefperiode? Deze handtekening is fake. Maar leuk geprobeerd. Ik geef jullie een maand. Maar als je het dan weer verpesten, dan is het definitief einde verhaal, ja? Yes! Hoppa! Help eens even, Luiswijn. Is het alweer tijd? Hé, hey, geintje, we hebben die ouwe maar mooi omgekregen. Gast. Ja, neem je huisregels heus of serieus. Hey. Ik ben gisteren een oorbel verloren. Dus jullie zitten hier nog? Ja. We worden buren. Nou, zo goed als. Echt ongelooflijk dat Anton het pikt. Ja, eerst breken gasten van jullie het hele huis af. Vervolgens krijg je die slappe excuses met die LP en die whisky. Dat hij daarvoor valt. Wat is hij nou?